Bang voor het ziekenhuis. Voor de school begint zijn een paar kinderen lekker aan het voetballen. Hier met de bal, ik sta vrij! Nee, ik sta vrij! Het is een spannend potje. Kom op, hierheen met die bal! Kijk uit! Oh jee, gaat het? Gaat die? Ja, het gaat wel! En even later bij de wedstrijd. Auw. Er gebeurt het een na het andere ongeluk. Hé hey jongens, gaat een beetje, we moeten naar binnen. Oh, zal ik het ziekenhuis even bellen gauw? Nee, dat gaat wel. Nou, dan ga ik echt het ziekenhuis bellen. Oh, jullie zijn er al. De voetballers komen met heel veel pijn de klas binnen. Wat is er met Maarten gebeurd? Nou, die hebben net wat ongelukjes met voetballen gehad. Oh, het gaat wel, meester. Nou goed, nu jullie er allemaal zijn, wil ik graag weten wat voor weer het is vandaag. Meester, ik denk dat de zon schijnt. Nou, ik denk niet echt dat de zon schijnt. Kijk nog maar eens goed. Oh, dan denk ik dat het sneeuwt. Kijk maar even door het raam naar buiten. Een paar kinderen mogen naar buiten kijken. Kunnen jullie het goed zien? Volgens mij onweert het, meester. De kinderen kijken nog eens goed. Volgens mij komt die bliksem op ons af. Oh my god! Kinderen, gaat het? Moet ik de ambulance bellen? Oké, jongens, ik heb genoeg gezien. Ik ga de ambulance bellen. Weet je zeker dat ik niet moet bellen? Nee, meester, dat hoeft niet hoor. Nee. Ik vind ze toch zielig. Mogen wij een tekening maken voor ze? Meester, mag ik er ook een maken dan? Oh, meester, mag ik ook? Ik wil ook een tekening maken. Oké, dan mogen jullie allemaal een mooie tekening maken. De kinderen zochten naar een wit vel papier. Alle blaadjes zijn al volgetekend. Nou, daar kunnen we niks mee. Het zijn wel hele mooie tekeningen die er liggen. Wat nou als we ze knippen en op een ander papier plakken? Dat is een goed idee. Meester, hebben we ook nog scharen? Ik heb nog wel een paar voor jullie hoor. Wat lief, ze gaan allemaal tekeningen voor ons maken. De meester deelt de scharen uit. Gaat het dan wel lukken? Ja, meester, dat lukt wel. Zo, die zijn lekker aan het knippen. Auw! 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 De kinderen zitten helemaal onder het bloed. Auw! Gaat het allemaal? Moet ik de ambulance bellen? Nee, meester, het hoeft niet. Het gaat wel. Dit is maar een beetje bloed dan, meester. Even later wil iemand thee zetten voor de kinderen. Dat vind ik nou een aardig idee. Doe dat maar. Ik ga ook wel mee. Zo, en nu moeten we nog water koken. Oh, daar staat de waterkoker. Alles verloopt volgens plan. Lukt het? Ja hoor, hij staat al te koken. Nou, dan vul ik dadelijk de mokken wel. De kinderen lopen voorzichtig terug met de hete thee. Oh, daar is de thee al! Wat aardig dat ze thee hebben gehaald, zeg. Ze weten niet meer voor wie de thee is. Oh, volgens mij is die thee voor mij. Wat onweert het trouwens nog hard buiten. Volgens mij gaat het dadelijk weer knallen. Oh nee, dat is echt kokend water. De gezichten van de kinderen zijn verbrand. Moet ik de ambulance bellen? Echt niet bellen. Ik ben bang voor het ziekenhuis. Hier schrik ik van. Iedereen terug naar zijn plaats. Er is vandaag al van alles misgegaan. En jullie willen niet naar het ziekenhuis. Hoe kan dat? Ik ben bang voor het ziekenhuis. De hele klas raakt in paniek. Dus de meester laat snel een filmpje zien. Het filmpje gaat over een derde wereldland. Ik ben gestoken door een mug. Ik moet denk ik overgeven. Ik wou dat er een ziekenhuis was. Oh, ik denk dat ik doodra. Ik heb malaria. Hadden we maar een ziekenhuis hier. De kinderen zijn onder de indruk. Ik ga overgeven weer. Oud, ik denk dat ik doodra. Zo, nu zien jullie hoe belangrijk het ziekenhuis is. Nou, ik ga nou de ambulance bellen. Oké, meester. Oké, meester. De meester belt snel de ambulance, waardoor de hele klas opgehaald kan worden. Het ziekenhuis heeft de beste verpleegster die er is. De volgende dag op school. Zo jongens, wie heeft er zin in vandaag? Oh ja, ze liggen allemaal in het ziekenhuis. Nou, dan ga ik ook maar weg. Oh, auw, bel 112, ambulance. Nou ook nee, ik durf niet naar het ziekenhuis.